Een andere optie bij vraagtypes is een kort antwoord. Dus als ik dat hier, is dat nu in het Engels. Dus stel dat ik een vraag wil stellen met een kort antwoord. Dus welke gebeurtenis vond plaats op 6 juni 1944? En dan kan ik hier alle mogelijke goede antwoorden. Maar let enorm op, want bijvoorbeeld in dit geval heb je allerlei mogelijke antwoorden. En die moet je dus allemaal gaan ingeven. En soms denk je dat je ze allemaal gevonden hebt, maar is er toch iemand die een antwoord ingeeft dat eigenlijk wel juist is, maar iets anders geformuleerd. En dat jij niet hebt voorgedefinieerd en dan gaat hij dat fout rekenen. Dus ik ben geen zo'n grote voorstander van korte antwoorden, omdat je heel veel dingen moet gaan definiëren. Want ik had nu de invasie in Normandië als iemand... Dus ik heb nu een aantal dingen voorgedefinieerd. Als ik nu even ga previewen. Ik ga nu eens gewoon in... Als ik nu D-Day pak, dan krijg ik het juiste antwoord. Maar iemand die schrijft D-Day zonder koppelteken, die krijgt een incorrect. He, dus ik ben zelf geen, omdat je heel veel dingen moet voordefiniëren. Ik zeg in dit geval, zou dus eigenlijk ook D-Day, dus mijn spatie, de landing in Normandië, D-Day in Normandië. Dus eigenlijk alle mogelijke combinaties, daar heb je eigenlijk wel veel programmeerwerk aan. Dus ik werk liever met een multiple choice, dat ik dan een aantal opties geef. En liever niet met een kort antwoord, maar het kan dus wel.